e-sporting is hot. Quint en X vertegenwoordigt Feyenoord in de dit jaar gelanceerde e-divisie. Maar ook de Feyenoord-spelers zelf houden na hun training van een potje FIFA op zijn tijd. In de Feyenoord FIFA Battle nemen ze tegen elkaar op en maken uit wie Feyenoord's FIFA koning is. Vandaag wedstrijd 2 in Pool C, Emiel Hansson tegen Wessel Dammers. I think it's gonna be a quite easy game. Ja, Wessel, dan word je een beetje in de hoek gezet door je teamgenoten. Weggezet als een dark horse, om het maar licht te zeggen. En dan win je gewoon je eerste pot. Dat moet wel heel erg lekker zijn. Ja, zeker. Dat was niet al te best. Meer een gevecht op middenveld zonder grote kansen. Maar ja, als je er één krijgt en je maakt hem, daar gaat het om. Wij didn't play so well, so, but I think it will be better next game. Is dit ook eentje om de praatjes te snoeren? Nou, goed, niet echt. Uiteindelijk gaat het om het resultaat en de prijs vooraf. Dat heeft dan geen zin. I thought it would be an easy game, but it was better than I thought. Het gaat om doelpunten. En op het moment dat je er altijd eentje meer maakt dan je tegenstander, ja, dan win je. De overwinning van Wessel betekent dat hij zich naast Justin Bijlo schaart aan kop van de ranglijst. Emiel Hansson heeft door de nederlaag 0 punten en staat daardoor naast Bart Nieuwkoop.